Het mysterie van de boot. Waar komt dat ding weg? Dus sommigen zeiden al misschien van de startmotor, van de dynamo. En die zit hier, de dynamo, dus daar komt hij niet vandaan en daar ook niet. Maar hij heeft wel een beetje de kleur van het modderblok, zeg maar. Aha. Wacht even nog. Ik haal jullie even op. Kijk, aan deze kant. En andersom. Dit is van mij. Nou, ik heb mijn camera in een andere stand gezet. Hou jij de cabine vast, Geel? Hou jij de cabine even vast? Want hij zit niet vast. Hij kan... Nee, hij zit echt niet vast. Hier zit een klem. Hier zit het apparaat die me eigenlijk moet afklemmen. Dat ding. En vorige keer deed hij dat perfect. Maar nou niet. Kijk, hij wil dus in principe gewoon naar beneden. Zie je dat? Zie? Dus hij hangt een beetje... Nou, op zichzelf. Hij gaat niet dicht. Hij gaat ook niet verder langs. Verder open. Maar houd je de gaten, ja? Ik ga er nou een beetje gevaarlijk middenin staan hier. Net naast het moederblok. Maar kijk eens. Zie je dat? Daar mist dus een bout. En dat zou deze zijn. Dus deze. Die hoort hierin. Zie? Alleen dan moet deze iets terug. Hierheen. En dan kan ik deze erbij opzetten. Moet ik alleen even zien of ik hier een moer voor heb. En anders dan moet ik dat later maar een keer doen. Maar dat is dus de boot. Het mysterie is opgelost. Maar dat is toch wat? Ja. Komt hij hier los? Valt hij naar beneden? Stuit hij hier op de straat? En komt daar in het reservewiel terecht? Onvoorstelbaar. Het was toch logischer geweest als die gewoon verdwenen was? Niet hè? Ligt die gewoon daar? Wat ik nog ga doen trouwens, ga ook even het moederblok even schoonmaken. Zie dat? Even netjes, dat hij er netjes bij staat. Maar eerst ga ik eventjes een moer zoeken voor deze. Nee, geen boot gevonden. Maar, dat doen we dan vanmiddag even. En dan maak ik nou even dit ding netjes schoon. Nou, dat lijkt me heel anders. Zie je licht achter mij? Kreeg ik van de beheerder hier, van de plek waar we hier staan. Jawel. Twee moertjes. En een ringetje. Kijk, ik heb deze weer op mijn plek. Die heb ik weer bijgetikt. Met de bijtel. Met deze. Die dan op het schone modderblok ligt. En dan even kijken of ik hier de ringetjes erop kan krijgen. Zo. Een ringetje. En dan doe ik twee moertjes erop. Die tegen elkaar indraait, zeg maar. Zo, dan zitten ze goed vast. Nou, ik moet nou even de camera neerleggen. Want dan red ik het niet, hè.
met twee handen, twee sleutels en de camera, dat lukt niet. En ik heb hier niet een plek om een statief te plaatsen, dus ik doe het even zo. Ik heb een plekje gevonden hier, hij ligt nu op het sashimi. Alleen nog zit ik met de handen ervoor, hè. Ik kan nog niks zien. In ieder geval, hè. Voor mij wel, ja. Zo. Jongen, wat een mazzel, hè. Als ik dat, dan kreeg ik hier met de beheer ook nog over. Stel dat... dat hij niet op het reservewiel was terechtgekomen. Dan kom je er pas achter als de uitlaten misschien onderweg valt ofzo. Die sleutel natuurlijk altijd naar de andere kant van de auto. Zo. Nu is de B op. Nou, die gaat niet meer los. Ik snap nog steeds niet dat hij gewoon hierin terecht is gekomen. He, dat is toch onvoorstelbaar. Stuit het hier op de weg natuurlijk, waar we reden op dat moment. Komt hierin. Dan denk je, ja, oké. Stel dat hij hierop komt. Stuit hij er ook weer af. Als hij hierin komt, valt hij door dit gat. Maar hij valt precies hier zo in dit randje. Of lag hij nou hier? Hier geloof ik, hè? Ja. Dat hij daar lag. Nou, het was niet de bedoeling om vandaag een video te maken. Maar ik dacht, dit laat ik toch even zien.